Het is niet zo moeilijk om de laatste mode of trends te volgen. Zelf een trendsetter zijn, dat is wat ik altijd heb gewild. Ik laat me graag door van alles en nog wat inspireren om het beste uit mijn werk te halen. Wat ik doe? Ik veredel bloemen en creëer zo bijvoorbeeld chrysanthemen die beter, mooier en verrassender zijn dan de bloemen die je al kent. Altijd ben ik op zoek naar kansen om een nieuwe trend te zetten. Dat betekent zoeken naar verrassende combinaties van eigenschappen, nieuwe kleuren, mooie vormen en een sierlijk blad. Ja, op papier is het makkelijk, maar om het te maken, dat is nog een vak op zich. Je moet kruisen, beoordelen, selecteren. Veredeling is vooral de kunst van het durven weggooien en met de beste lijnen verder kruisen tot je een absolute winnaar overhoudt. Welke chrysanthemen winnaar op de markt is, wordt mede bepaald door wat een teler en handelaar wil. Niet alleen de looks, maar ook ziekteresistentie, groeisnelheid, houdbaarheid. Het speelt allemaal een rol. Het is de voortdurende zoektocht naar de steeds betere nieuwe chrysant. Het werk is nooit af, maar geloof me, deze wordt de trend van 2015. Maar het mooiste is nog dat ik met mijn werk, behalve mezelf, ook andere mensen blij maak. Mijn beste vriendin bijvoorbeeld.